Nou, de rook is opgetrokken. We kunnen beginnen hier. Bal rolt door Fonfiel. Die is wel voor Daan Huiskamp toch gevaarlijk. Harry Pinacci, Quincy Veenhoff weer. Benjamin Roemion duikt daar zomaar op. Schot van... Oei. Stef Nijland. Zo. Dat kan er zomaar in. Goed gevoetbald. Goede aanval. Eerste goede aanval van DVS. Daan Huiskamp metselt een muurtje van drie personen. Komt die vrije trap. Die gaat in één keer op de goal. Zo. Op de lat. Gevaarlijk hoor. En de bal moet daar weg, want die blijft daar hangen. Wordt daar goed verdedigd. Kan nu DVS gevaarlijk worden in de counter. Dat gaat ten koste van een overtreding. Slimme overtreding gemaakt, want er was natuurlijk ruimte aan de andere kant voor DVS. Maarten van Dijk met ruimte. Romeon op de zijkant. Zo, mooi schot hoor. Leek de buitenkant te zoeken bij Romeon. Dacht... Hey, ik heb wat ruimte om op de goal te schieten. Jeremy Jonker die de bal verovert. Goed die bal op Kruiseer. Kruiseer keurig op Jeremy Jonker. Die denkt, hey, ben ik aan deze kant van het veld? Ja, geeft die bal. Dat is een goede bal. Het gevoel. Oh. Hey. Tarik Evre. Quincy Veenhoff pakt die bal op. Goed gestoken daar. Benjamin Roemion gaat 1-1 op 1, komt met de keeper. Pepijn Vonk, goed opgetreden daar. Goed daar Lars Dekker. Maar dat is ook een goede bal. Als die man ziet aan de andere kant, gaat een gevaarlijk moment komen voor de goal. Oeh, dat is een grote kans die in tweede instantie er wel in gaat. Maar de bal is al achter geweest. Kruiseer. Quincy Veenhoff. Oeh. Fonfiel. Goed druk op de bal, Maarten van Dijk. Tim van den Berg. Zo, mooi schot. Stef Nijland gaat... nu ruimte dan. Roemion. Neergelegd. Penalty. Penalty voor DVS. 61ste minuut, penalty voor DVS. Adriaan Kruiseer. En scoort voor DVS. De 0-1. Goeie bal, El Kazouni. Ja, is 1-1 hier. Goeie aanval van Hercules. Kan hij zijn lichaam goed gebruiken, dat lukt. Steekbal. Richting, oh, prachtig balletje op Roemion. Bal, die verdient een doelpunt. Wat een fantastisch. Dat gevoel. Ja, dat is fantastisch gespeeld door Stef Nijland. Kwartier voor tijd. Het is pittige overtreding hoor. Einde wedstrijd. Rood. Op scherp daar, scherp Ali. Valstar. Valstar voor langs. Scheids trekt helemaal niks, geen tijd bij. Het is na 90 minuten gewoon gedaan en DVS mag... We mogen een klein biertje gaan drinken, André. Ja, na de wedstrijd Hercules-DVS, de tweede wedstrijd, Peter Wesselink. We gaan door, we mogen nog twee wedstrijdjes. Daar ben je blij om, denk ik. Ja, hartstikke blij. 5-2. Iedereen die gaat er toch wel een beetje vanuit dat, dat een voldoende marge is. En uiteindelijk is het ook gebleken. Ik denk dat we een paar goede kansen hebben gehad. Dat het niet ons beste voetbal was. We hebben gekozen om in ieder geval als zij aan de bal waren wat meer in te zakken. Dat hebben we op zich prima gedaan. Dus hartstikke blij. Ja, super. En Kozakken Boys, mooie tegenstander. Tegenstander van naam. Hoe heb je al iets van ze gezien? Wat weet je van ze? Nou ja, ik heb in ieder geval de wedstrijd Sportloos thuis gezien tegen Kozakken Boys. Dus in die zin heb ik wat gezien. Vandaag natuurlijk niet. Maar we hebben iemand op pad gestuurd. Dus uiteindelijk weten we genoeg.
Nou, we hopen dat het weer een mooie wedstrijd gaat worden. En ook dat er een hoop supporters die kant op gaan. Volgens mij eerst een uitwedstrijd. Nou, en daarna dan zaterdag thuis. Ja, nog voorspellingen of iets wat je in je hoofd hebt? Nee. Het is weer een nieuwe wedstrijd. Kijken hoe deze jongens er weer opgekrabbeld worden. Want het blijft natuurlijk steeds een fysieke aanslag. En woensdag een uitwedstrijd op zich ook prima. Maar wel enorm veel. We kijken er met veel plezier. En we zitten in de halve finale. Dus ook dat zal weer lastig worden. Net als deze twee wedstrijden. Maar er zijn zeker mogelijkheden. Ik denk dat we iedereen die er nu nog bij zit, dat we kunnen winnen. En dat het allemaal heel dicht bij elkaar zit. Laatste vraag, Maarten van Dijk, die ging er vanaf. Weet je al iets? Nou, ik zie hem net de kleedkamer uitlopen, maar gaat meer schrik. Echt een tik op zijn enkel gehad, hè, dus ging er niet doorheen. Maar echt een beetje een botkneuzing, denk ik. Dus hij zal wel herstellen. Ja, geen probleem. Hij is erop en door. Nou, we zien elkaar woensdag. Dankjewel en fijn weekend. Fijn weekend, mannen. Dankjewel. Ja. Aanvoerder, Tarik, gefeliciteerd. Halve finale. We zijn een rondje verder. Ja, super. Geweldig, toch? Ja, hoe heb je de wedstrijd een beetje beleefd vandaag? We kwamen hier wel met. We stonden 5-2 voor natuurlijk. Dus we kwamen hier wel met het idee van: joh, we gaan niet te veel weggeven. We gaan niet te gek maken. Thuis waren we echt met de intentie van bij de keel grijpen. En als we één keer scoren, dan klappen we eroverheen. En dat hebben we ook gedaan. Dat pakte goed uit. Hier kwamen we wel iets anders naartoe. Maar goed, we wilden nog steeds wel blijven voetballen. En dat hebben we ook gedaan bij Vlagen. Al met al denk ik dat je gewoon een goede pot aflevert. Genoeg om door te gaan naar de halve finale. Ja, en afgelopen keer heb je een mooi oproepje gedaan, hè, voor de supporters. Laten we dat voor nu ook even doen, voor aankomende week. Kozakken Boys, nou ja, ze moeten komen, denk ik. Hè? Ja, Kozakken Boys die komt met grote getalen ook uit bij Sportlust. En ik verwacht Ermelo ook in hele grote getalen aanwezig op het sportpark. En we hebben ze ook echt keihard nodig. Dat wordt een hele, hele lastige wedstrijd. Dus we hebben jullie echt keihard nodig, echt waar. Nou, dat was absoluut afgelopen week ook merkbaar, hè, donderdag. Dus daar gaan we vanuit. In ieder geval heel veel succes, gefeliciteerd en we zien elkaar van de week. Dank jullie wel, jongens. Ja, jullie ook gefeliciteerd.